Hoi allemaal en welkom terug bij een van mijn filmpjes. Zoals je ziet ben ik niet thuis. Ik ben namelijk op dit moment in Luxenhuis. Hij komt zo terug. Ik dacht het is een goed plan om te vloggen. Ik zie dit trouwens echt niet uit, maar dat komt omdat ik echt kapot moe ben op dit moment. Ja, hier moeten jullie mee dealen. Namelijk, zoals jullie weten, als ik naar Aruba ga, wil ik heel erg graag gaan vloggen. Dat wil ik iets meer standaard dan maken. Dat ik elke week mijn avonturen in Aruba ga filmen. En dat dat een één video in de week wordt. Dus het leek me slim om alvast een beetje te gaan vloggen. Dat ik er een beetje in kom. Maar daarnaast ga ik nu ook gewoon leuke dingen doen. Ik ga namelijk morgen met Luc naar Duitsland. Het ging eigenlijk super goed samen. Want ik had nog een bon liggen voor een hotel. Dus daar hebben we het hotel mee geboekt. En hij had nog kaartjes liggen van muntjes liggen of zo. Van de Jumbo. Dat was een spaaractie. Dus daarmee hebben we met Fantasia, zeg maar, kaartjes gekocht. Dat is een pretpark. Dus ja, dat is wat we gaan doen. En ik dacht, oké, dan kan ik ook meteen vloggen. Dan kan ik daar weer inkomen, want dit is ook een nieuwe camera. Het is ook een nieuw statiefje wat eraan zit. Alles is een beetje nieuw. Dus dat is het plan. Dat gaan we doen. We gaan naar Fantasia. Ik heb er super veel zin in. Ik weet niet hoeveel ik ga filmen, want ten eerste heb ik echt ontzettend lang niet meer gevlogd. En ik word er altijd oprecht heel erg onzeker van. Want ik ben sowieso in het openbaar een heel introvert persoon. Dus als je dan gaat filmen, dan krijg je heel veel aandacht. Waar ik nooit zo goed in ben. Dus ja, ik weet niet hoe goed dat gaat. Maar daarnaast heb ik ook nog nooit gefilmd waar Luc bij is. En ik vind dat altijd in het begin, zeg maar, best wel gênant. Dus ik moet nog zien hoe hij erop reageert als ik film. Maar daarnaast hoe ik erop reageer als ik bij hem film. Dus dat is het plan. Ik ga lekker vloggen. Mijn haar is echt weer toe aan een verfbeurt. Dus let er niet op. Plus het zit echt nergens naar. Maar dat komt omdat ik vanochtend ben wezen duiken, jongens. En ik ben zo blij. Ik heb namelijk vanochtend mijn duiktheorie en mijn praktijkexamen. En ik heb ze allebei gehaald. En het ging zo goed. Ik was zo trots op mezelf. Het klinkt heel stom om te zeggen misschien. Maar ik was zo ontzettend gestrest. Ik had super slecht geslapen ook. Omdat ik gestrest was. Ik had heel erg goed geleerd voor mijn duiktheorie. En ik kende echt letterlijk dat hele boek uit mijn hoofd. En ik kreeg dus ook een mondeling examen. En op een gegeven moment zei die ook gewoon van, we waren denk ik op 3/4 van mijn mondeling examen. En toen zei die ook van, oh mijn god, je kent alles. Je kent het hele boek. Dat het nergens op sloeg eigenlijk hoe goed ik het kende. Dus dat was wel heel erg leuk. Dus dat was een positief begin. Want daarna moest ik nog daadwerkelijk gaan afduiken. Ik zal wel wat foto's, want ik ratel. Dus dan is het misschien leuk voor jullie om te horen. Maar daarna moest ik daadwerkelijk gaan duiken. En dan, ja, ik voelde me natuurlijk al chiller. Omdat ik mijn theorie zojuist had gehaald. En het ging eigenlijk hartstikke goed. Ik moest oefeningen doen. Die we altijd, zeg maar, deden en oefenen. En één ding waar ik super bang voor was, was brilklaren. Dat is als je water in je bril hebt, dat je hem dan moet legen onder water. Maar ja, toen lukte het. En we kwamen boven en hij feliciteerde me dat ik het had gehaald. En ik was zo blij. Het was echt een dingetje. Na mijn eerste duikles had ik eerlijk gezegd, ja, dacht ik eventjes van, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? Wat doe ik mezelf aan? Maar ik ben zo blij dat ik heb volgehouden. Dit is weer gewoon een goed voorbeeld als je doorzet dat je dingen kan. Je kan meer dan je denkt als je doorzet. Dus ja, ik wou dat heel even met jullie delen. Want ja, ik deel niet zoveel over mijn duiken behalve op mijn Instagram. Op mijn Instagram zie je altijd alle persoonlijke dingen die ik doe. Over mijn sociale leven, die ik bijna niet heb. Ja, daar kan, als je me echt wil leren kennen, volg me Insta. Maar ja, ik heb mijn duik bevet. Mijn stage is klaar. Alles is afgerond. Ik hoef alleen nog even binnenkort te bellen met Tele 2 en met mijn dokter. En dan is ook alles rond voor Aruba. Dus ik ga nu lekker gewoon een weekendje weg. En over 4 weken gaan we naar Aruba. En dan ga ik al die leuke dingen voor jullie filmen. Dus sorry voor dit mega lange intro. Ik ga dit sowieso opknippen. Maar dit wordt gewoon een lange vlog. Want sowieso als ik ga filmen in Aruba, worden het ook lange vlogs. Ik hou gewoon van kletsen met jullie. Dus laten we dit doen. Ik ga jullie nu brengen naar Noël in de toekomst. Waarschijnlijk in de auto. Omdat ik zo te ongemakkelijk ben om te gaan filmen. Dus tot morgen.
Oké, we komen zojuist aan de parkeerplaats van het hotel. En je hebt deze parkeervakken en er staat bij ladies. Waarom is dat? Is iemand Duits of... Vertel mij, waarom is dat? Wij begrijpen het niet. Wij staan in hetzelfde soort vak, maar niet voor ladies. Waarom is het voor ladies? Wat is hier wel cooler? En een klein badkamertje. Ik kan nog steeds loonhuis. Ik vind ontbijt erbij. Nee, we hebben ontbijt erbij. In het restaurant. Je hebt het gratis. Je gaat niet bestellen als je het gratis hebt. We zijn Nederlanders. Dit is Luc. Alsjeblieft. Dit is mijn nieuwe aanhangsel. Hallo, ik ben Luc. Ken je MTV Cribs? Oké, toch? Ja, dat ken ik. Oké. Oh, dan moet ik eigenlijk... Wacht. Dan moet ik eigenlijk buiten staan. Binnenkomen. Dan moet je mij binnen uitnodigen. En dan geef je een rondleiding. Ja, ga je gang. Hey, welkom in mijn crib. Dit is mijn badkamer. Deze badkamer heeft Donald Trump ook gezeten. This is where the magic happens. Oh ja, precies. Die zin moest nog even. En mijn super luxe Dorint iPad. €17 is ontbijt. Ja, maar dat zat er al bij, toch? Ja, ja. Maar dat is duur ja, voor zichzelf. Voor ja, ontbijt. Ja, ontbijt. We gaan gewoon beneden lekker ontbijten. Zeker. Maar het begint best vroeg dus, al 6:30. Dus dat is wel chill. Ja. Omdat we op tijd op het park... Ja. Even uitzoeken hoe laat... Ja. Ik heb het net gegoogeld, mensen. Blijkbaar is in waar zijn we? Duitsland. Ik kom niet op. Is het blijkbaar normaal dat vrouwen speciale parkeerplaatsen krijgen dicht bij de uitgang? In verband met dat er veel in parkeerplaatsen sexual assault was met vrouwen. Dus eigenlijk is het voor de veiligheid. Dus eigenlijk best goed. Ghost mushrooms, oké. Oh, voor jou. Nice. Twee keuze. Kijk het koop. Vis. Dit is voor jou. Dit lijkt alsof iemand dit overgegeven. Goed voedsel. De komkommer. Dat is mijn komkommer. Maar hij hoorde bij mij. Ja. Alleen kijk, ik denk dat ik wel. Ik heb een lange het is gewoon echt een Duits. Het is gewoon alles een naast in Groningen. Het klinkt ook gewoon. Ze hebben ook geen moeite gedaan dat het matcht met omgevingsgeluid. Het klinkt gewoon allemaal studio-opname. Ja, ja. Oh, mis hier. Nu een meeting. Gaat altijd niks weg van zien. Heel leuk. Hoeveel sterren. Oh, hij is ingezoomd. Hoeveel sterren geef je Modern Family in het Duits? 3. Alsnog 3? Ja, van de 12. Van de 12. Ben je al in actie gekomen? Ja, ik zie de actie. Oh, 10 seconden. Goedemorgen, we gaan zo op weg naar Fantasialand. We gaan eerst even ontbijten in het hotel. Ontbijt is hier €17, maar het zat bij die bon in die ik had, dus dat is schedule. En daarna gaan we op weg naar Fantasia. Ik vind het al best gewoon een netje hotel. Het is wel uitgestorven, maar wel een lekker bed. Ik heb echt heerlijk geslapen. En één stuk door. Dat is het zieligste slagboompje ooit. Jij hebt je nieuwe favoriete muziek gevonden. Wauw!
Ik ga iedere keer als ze dat zeggen, ga ik hem de, ga ik Owen Wilson ertussen zetten. Wauw. Grootste onder. Oh, het wordt donker. Maar hoe heette die net waar we net die achtbaan waar we in zaten? Taron. De Taron. Die was geweldig. 10 uit 10. Nee, 9 uit 10. Tweede versnelling mocht voor mij heftiger. De eerste ging je echt dood. Oh, oh sorry, ik zie niet. Uit 5 geef je de spookhuis? Anderhalf. Anderhalf? Hoe harde critici, harde critici. Ze hebben wel hun best gedaan. Ze hebben wel... Anderhalve ster, die halve ster is omdat ze hun best hebben gedaan. Ja, ja. Eén omdat het is. Ik dacht, we komen uit bij een rij of zo, maar... Dat doen we niet. Heel onlogisch, de rij zit aan de andere kant van de... Ja, ik vind het wel een beetje raar allemaal ingedeeld. Het is echt wel dom, of niet? Het is echt niet logisch. Treintje! Hoeveel geef je het treintje? Hoe heet het treintje? Colorado het treintje. En hoe geef je die? Uit 5? Nee, meer. 4. Ja, ik vond het leuk. What the f*** is dat? Wauw. Ze hebben jou als knuffel. Het zijn echt kei random dingen voor mijn gevoel. Oh, dit is andere. Je ziet het op camera. Oh ja, je ziet het op camera op deze manier. Hoe duur denk je dat die is? €23,67. Is dat serieus antwoord? Ja. 4,50. Het is gewoon plastic. Het is gewoon plastic. Ja, ik was aan het kijken wat ze deden. Maar waar spuit je water op? Is het nut? Heeft het nut? Ja. Volgens mij moet je op dingen richten. Kun je weer punten scoren. Het is veel te warm hiervoor. Maar wat doet het? Wat is er interactief aan? Oh, wat mooi. Hoeveel geef je de bootjes uit schaal van 5 nog steeds? Uit de schaal van 5 nog steeds 2,5. Voor ieder wat wils. Meer dan de spookhuis? Ja. Hier geef je 1,5. Ja. Serieus? Ja, maar de helft van die dingen reageerde niet. Maar jij hebt ervan genoten, dus dat is fijn. Ja, oké. Okay. Maar dat is wel wat waar. Ik zou zelf het spookhuis een 2 geven en deze een 1. Het is gewoon lekker om te zitten, maar ze moeten hem echt updaten. Niks doet het. Ik heb kaart gewerkt. Ja, en dan waarvoor? Als die het deed, dan was het echt een zielig spreetje. Dat je wil. Volgens mij is het echt 35 graden. Oh ja, en je hebt je beschadigd. Volgens mij is het momenteel echt 35 graden of zo. Dat is kei mooi. En hij is weg. Waar haal je die energie vandaan in de weer? Oh wow. Niet doen. Niet aanzitten. Wat is dit? Is het noedels? Eet je noedel met gemuze. Oh, met gemuze? Wat is gemuze? Groente. Het is eigenlijk geen groente. Jawel, ik zie daar. Oh, is dat geen groente? Ah, paprika. Ja, het zit daaronder.
Nom 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 nom. We waren net naar de show geweest en hij was wel tof. Hallo. Hij was wel tof, alleen ik werd betrapt dat ik aan het filmen was en dat mocht niet. Dus ik moet stoppen. Wauw. Ik heb een kind. Toeke, van waar zie jij Hollywood? Skyrim. Ik zocht naar dat bordje, zeg maar. 5 minuten. Frank Stijn. Wat zijn echte klassiekers? Oh, wat leuk. Psycho. Dicht zien? Oké. Okay. Casablanca, dat zei ik. Die moet, staat op onze lijst. Ja. Oh, ik ben blij. Ik hou van oude films. Doei Fantasia, doei! Voor mijn gevoel is het echt nog niet zo laat eigenlijk. Toen ik inderdaad keek was het... Hey, hoor iets? Ploep! Ja, hij ging. Oh, dat is wel. Ja, hij deed ploep. Ja. Dat hoofd erbij ook. En daar zijn we dan weer in Nederland. Ik ben helemaal kapot. Ik ben mijn stem helemaal kwijt, zoals je misschien ook hoort. Omdat ik aardig wat heb gelachen, heb geschreeuwd in de 8 maanden. Het was ontzettend leuk. Fantasialand vond ik heel erg leuk. Ik was er zelf nog nooit geweest. Wel is het vrij klein, vind ik zelf, vergeleken met de Efteling. Is het wel een stuk kleiner. Ook af en toe was het echt super verwarrend waar je naartoe moest. Welke rij voor welke attractie was. Dat was heel onduidelijk aangegeven in het park. Maar voor de rest, de attracties waren super vet. En de attracties, wat me heel erg opviel, duurden allemaal heel erg lang. Wat heel erg tof is, zeg maar, als je de achtbaan inging, dan was het ook echt een achtbaan en duurde het best wel een tijdje. We hadden geluk dat het echt heel erg meeviel met de drukte. We hebben 1 keer lang gewacht en dat was voor die achtbaan die nieuw was met VR. Virtual reality brillen, zeg maar. En daar hebben we volgens mij 45 minuten op gewacht. Wat echt vreselijk was. We kregen die VR-brillen op en ik dacht al... Nee, dit gaat hem niet worden. Hier ga ik ziek van worden. Dus ik heb hem teruggegeven en ik dacht ik doe gewoon de achtbaan normaal. Maar wat vervolgens gebeurde was dat als jij die VR-bril afdoet en je gaat gewoon die achtbaan normaal doen, hij is binnen. Dus hij is op een gegeven moment compleet donker. Dus ik kon niet zien welke kant we op gingen. Er was echt niks qua oriëntatiepunt, waardoor ik echt heel erg misselijk alsnog werd. Terwijl ik dacht dat ik dat slim af was geweest. Toch niet. Maar Luc zei dat hij heel erg leuk was. Dus als je geen wagenziekte hebt, dan is... als je zeg maar niet snel misselijk wordt, dan kan je die doen. En is die blijkbaar heel erg leuk. Mijn favoriete was het treintje. Ik weet niet meer hoe die anders heette. Maar daarvoor moesten we gewoon niet in de rij staan. En toen 1 keer dat we ervoor in de rij hebben gestaan, heel kort. En dat was echt een superleuke achtbaan. Taron vond ik ook heel erg leuk. Alleen ik ben blij dat we dat meteen 's ochtends deden en niet in de middag. Want toen werd de wachttijd daarvoor wel lang. Dus dat is iets om rekening mee te houden als je naar het park gaat. Ga meteen naar de Taron als je erin wilt. Superleuke achtbaan. Was goed te doen ook. Dus ja, ik heb het eigenlijk heel heel erg naar mijn zin gehad. Ik heb heel erg gelachen. Wat ik vooral heel erg grappig vond is dat ik was de hele tijd bezig met wat is nou de mascotte van... Fantasialand, want een pretpark heeft altijd een mascotte, weet je wel. Net zoals dat Pardoes de Efteling heeft, allemaal zulke soort dingen. Een park heeft dat altijd. Dus ik was ernaar op zoek en in het park hebben ze heel erg veel demonen. Wat ik heel erg raar vond voor een pretpark. Dus ik dacht, oké, is dat het dan misschien? En heel veel kikkers kun je ook overal vinden.
Maar dat is het ook niet, want wanneer je de giftshop inkomt, dan kom je erachter dat het een soort van draken zijn. Maar de giftshop is ook echt super verwarrend, want ja, het heeft helemaal geen thema. Ze weten niet wat hun thema is. Dus dat was wel jammer, want ik vind het altijd wel leuk om een souvenir mee te nemen. Alleen, er was niks echt in de giftshop dat ik dacht van, nou, dat is Fantasialand. Ze hadden wel echt Fantasialand merch, alleen het was vrij saai en heel weinig. Dus dat was een beetje raar. Wel was het echt ontiegelijk warm, want ik weet niet wanneer deze video online gaat, maar toen wij gingen was het die dag iets van 35 graden. Dus ja, we hebben heel veel gedronken. Ik had een flesje meegenomen en hebben iedere keer in de wc bijgevuld, dus dat scheelde heel erg. Want ik denk dat we allebei wel 5, 6 liter hebben gedronken. Want ja, het was gewoon echt super warm. Maar het over het algemeen dus super goed. Korte wachttijden, heel erg veel lol gehad. En ik wilde jullie dus gewoon graag meenemen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb geprobeerd om hier en daar wat te filmen. En ook van de attracties wanneer het kon. De achtbaan kon ik jullie helaas natuurlijk niet in meenemen. Maar geloof me, ik ging helemaal stuk. Ik moet altijd knonhard lachen in achtbanen. Dat komt door dat gevoel in mijn buik. De meeste mensen gaan dan gillen, maar ik ga lachen. Wat een beetje raar is misschien. Nou, dat was het dan voor deze video. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond om te kijken. Vond je het leuk om te kijken? Laat vooral een duimpje achter. Vergeet niet om te abonneren. Dat is hier beneden. Dus maar één druk op die rode knop. Is helemaal gratis. En laat ook gelijk even een reactie hieronder achter als je dit een leuke vlog vond. En als je dat vaker wil zien. En wat jullie leuk vinden aan vlogs. Dat ik dat weet dat ik daar rekening mee kan houden in de toekomst. Want ik ga sowieso natuurlijk meer vloggen als ik in Aruba zit. Dan ben ik van plan om meer van mijn leven vast te gaan leggen. Dus dat was het voor vandaag. Tot de volgende video. Doeg!